Ik denk dat we helder zijn over onze rol als gemeente Brummen. Wij zijn een voorbeeldige overheid. Dat betekent dat iedere euro bij ons op de begroting, die moet in ieder geval bekeken worden vanuit het idee van duurzaamheid. En we zijn een verbindende overheid. Dus wij zullen alles inzetten om het andere mogelijk te maken, die energietransitie te volbrengen. En die heldere rollen geven ook allerlei mogelijkheden. Bijvoorbeeld in het kader van de crisisherstelwet. Ik zei het al, meerdere succesfactoren. Eén die bij ons gewerkt heeft, vind ik zelf, is werken aan kennisniveau. Op vlieghoogte brengen van raad en zo voor zover mogelijk ook inwoners. Als je met elkaar over dit onderwerp energietransitie praat en je weet dat niet alle windmolens op zee kunnen, dat niet een half dorp verwarmd kan worden of van elektriciteit voorzien kan worden door energie uit die IJssel. He, dan kun je al heel veel wegstrepen en dan kun je met elkaar praten over dit onderwerp op basis van feiten en kennis. En daar hebben we veel tijd in geïnvesteerd, ook met de gemeenteraad een aantal avonden. En dat heeft ervoor gezorgd dat tussen 2015 en nu alle raadsbesluiten raadsbreed zijn ondersteund. Want je kunt namelijk niet meer je ergens achter gaan verschuilen. Dat heeft ons tot op de dag van vandaag ontzettend geholpen. Den Haag heeft de meeste VvE's van de grote steden, heel veel verenigingen van eigenaren waar een aantal kopers samen een pand hebben. En daar hebben we al een tijd ondersteuning onder zitten, onderhoudsplannen kunnen ze verduurzamen. En we hebben daar ook een leningenfonds voor. En het eerste grote succes uit dat programma heb ik recent mogen openen. Dat waren premie A koopwoningen, dus koopwoningen voor mensen met een kleine beurs. Waarvan we in Den Haag ook vonden dat deze mensen ook aan zee moeten kunnen wonen. En hun complex had een serieuze uitdaging. Ze hebben me daar foto's laten zien dat je echt denkt van nou, die hele voorgevel valt er zo af. Die zijn met elkaar gaan praten, met de gemeente gaan praten. Die zijn ondersteund door mensen vanuit die Vereniging van Eigenaars Bali. Een plan gemaakt. En ik was er op dag 3 of 4 dat de aannemer aan de slag was om dat hele pand aan te pakken. En ze hebben een stukje landelijke financiering hebben ze bij geholpen, een stukje gemeentefinanciering. En dat wordt weer een pareltje. En ik denk dat dat type dingen, waar je dus echt ziet wat je in partnerschap kan doen, dat die panden daaromheen gaan kijken. Dat ziet er toch wel heel erg mooi uit bij die buren. Kan dat bij ons ook niet? En dat we ook met andere soortgelijke flats daar zijn, op de thee komen. Om te kijken, willen zij dat ook? Dus ik denk dat het aanstekelijkste is, dat zie je bij zonnepanelen ook, dat je een paar van dit soort dingen een beetje grootschalig voordoet en er ook wat gemeentegeld tegenaan zit en dat je daarmee ook de bal rollende krijgt. Het succes van Amsterdam is, we hebben het heel erg over de gebouwomgeving, maar ik denk in de nieuwbouw, we zijn natuurlijk, zoals de meeste steden, ook heel druk aan het bouwen. En daar merk ik dat duurzaam bouwen eigenlijk helemaal geaccepteerd is. En als ik dus met ontwikkelaars praat, het is bijna alsof ze er ontzettend trots op zijn. En mij aan het overtuigen zijn dat ze toch heel duurzaam, hoe goed het is om duurzaam bezig te zijn. We hebben nu in Amsterdam ook gekozen voor een EPC-norm van 0,2 in de plaats van 0,4. Maar ik heb al meerdere projecten nu die zelf zeggen dat doen we niet, we gaan op 0,0 zitten. Dat vind ik heel erg bemoedigend. Dat dus een tijd lang geëist is. Dat we daar heel erg op hebben zitten drukken. Vaak is het naast het feit dat we dus een hele lage EPC-norm of juist zelfs nul hebben. Dat ontwikkelaars dan ook zeggen, doen we ook nog circulair erbij. Dus dat is iets wat heel erg opgepakt is door de bouwwereld. En waar men ook blij is om elkaar op af te troeven. Dus daar ben ik heel erg trots op. Dat is natuurlijk ook al ingezet voordat ik erin zat. Daar zit ergens voor mij ook meteen een knelpunt. Omdat ik merk dat in de hele discussie is techniek vaak eentje waar we heel lang op blijven hangen. Terwijl gedragsverandering en draagvlak krijgen is minstens net zo belangrijk. Dus die nieuwe gebouwen, dat lukt wel. Want daar kunnen bouwers inderdaad heel trots laten zien. Maar kijk eens wat mooi en ik ben nog duurzamer dan jij. Of ik doe dit nog beter. Maar die taaie dingen zitten natuurlijk wel in de gebouwde omgeving. Wat ik daar een succes vind, wij hebben in Amsterdam in januari hebben de routekaart klimaatneutraal aangenomen. En dat was fase 1, namelijk de uitnodiging aan de stad, waarbij we aan mensen vragen, wat doe jij om mee te gaan naar een klimaatneutrale stad in 2050 en 55% reductie te hebben in 2030? Dat is vrijwel door de hele raad aangenomen, dus dat is ook qua draagvlak heel erg belangrijk. Alleen Forum voor Democratie heeft daar niet in meegestemd.
Dat is logisch. En wat ik merk, dat die uitnodiging aan de stad, dat dat inderdaad heel erg veel losmaakt. Dus wij hebben al sowieso ons koploperstraject van 02025. Dat zijn enthousiaste wijken die zelf iets willen en naar ons toe komen. Maar wat zij ons ook heel erg laten zien is waar het niet lukt. Dus al die koplopers zijn ook echt de mensen die voor ons ook af en toe hun kop hebben gestoten. En daar leren we ontzettend veel van. Dus het idee van we komen niet met een blauwdruk, zo gaan we het doen. Maar we halen het juist van onderop. Betekent wel dat we na de zomer een rekening moeten gaan maken van al dit bij elkaar rekent het dan op tot die 55%. Ik denk het niet. Ik denk dat we er nog iets bovenop moeten doen. Maar op die manier halen we het van onderop. Maar halen we ook meteen mee wat is er misgegaan. En dat inderdaad de mensen die enthousiast zijn ons dingen kunnen leren. Zodat we mensen die minder enthousiast zijn niet daartegen aan hoeven te lopen.